Soms is er gewoon niets beters dan een grote, bruisende wereld verkennen. Een wereld waar je kan doen wat je wil, met iedereen kan praten en je geld kan verdienen zonder daadwerkelijk naar buiten te gaan. Open wereld games zijn al decennia lang niet weg te denken. En elk jaar komen er nieuwe, gigantische werelden bij om van top tot teen te leren kennen. Dus wij hebben onze favorieten even voor je op een rijtje gezet. Skyrim blijft voor altijd relevant, ook omdat de game steeds opnieuw wordt uitgebracht. Hoewel de game al meer dan 10 jaar oud is, blijft het voor velen een van de eerste en meest levendige open wereld games uit hun jeugd. Skyrim heeft zoveel iconische momenten die nog altijd een plekje in je geheugen hebben. Zo zijn er zat epische momenten als de eerste zoektocht naar Whiterun of het verslaan van Alduin. Maar de game zit ook vol met gekkigheden zoals de talloze bugs en dialoog zoals deze. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Zelfs nu is Skyrim nog steeds populair door de ontelbare mods die de game als nieuw kunnen laten aanvoelen. Ah, crap! Davy! GTA V is al bijna 10 jaar oud, heeft 3 console-generaties meegemaakt en blijft een van de meest populaire open-wereld games, met een goede reden. De stad Los Santos en zijn omgeving is nog altijd een adembenemend spektakel. Elke straat, steeg en gebouw heeft wel iets te bieden. Misschien zit er in een winkeltje wel een Easter egg of een mooie graffiti, maar hoe dan ook zit het sowieso vol met persoonlijkheid. Verder speelt de wereld in het verhaal net zo'n grote rol als de 3 hoofdrolspelers. Alles heeft te maken met hoe Los Santos zijn bijna magische invloed op hen uitoefent. Franklin probeert ondanks zijn achtergrond een beter leven te krijgen, Mike ziet de corrupte en perverse stad zijn leven vernietigen. En Trevor... Nou ja, die is gewoon Trevor. Hoe dan ook is Los Santos nog altijd een tweede thuis voor veel spelers. De open wereld van Genshin Impact is al een van de grootste en volste die er zijn. De landen van Teyvat zitten vol met persoonlijkheid en cultuur die overal te merken is. Zo is het land Inazuma gebaseerd op Japan, met sakura-bomen en samurai-achtige vijanden. En is het nieuwste land, Natlan, sterk gebaseerd op Zuid-Amerika. Maar de open wereld is niet alleen mooi, er is ook van alles te doen terwijl je op avontuur bent. Er zijn gevechtsuitdagingen, puzzels die soms hogere wiskunde lijken te eisen. En zelfs een eigen kaartspel met regels en nieuwe collectibles. Open wereld race games zijn altijd een waar feestmaal voor de zintuigen. Snelle auto's, een headbangende soundtrack en een gedetailleerd wegennet zijn bijna de norm. Maar Forza Horizon 5 spant op dit moment echt wel de kroon. De game neemt je mee naar Mexico om alles te vieren wat maar kan rijden. Elke auto valt op als een ster in de kleurrijke en adembenemende open wereld die je van kust naar kust brengt met alles ertussenin. Zo is er een woestijn, een grote berg, kleine stadjes en kleurrijke bossen die elke race uniek maken. Ook speelt het weer een grote invloed op de gamewereld en kan het elk moment screenshot waardig maken. The Phantom Pain heeft misschien wel één van de meest levendige open werelden voor alle spionagetaferelen die je maar kan bedenken. De pracht van de wereld van The Phantom Pain zit hem in de details van alle vijandige soldaten die je tegenkomt tijdens je avontuur. Ze zijn namelijk veel meer dan alleen maar schietschijven voor de speler. De soldaten hebben hun eigen patrouilleroutes, zijn met minder in de nacht, reageren best realistisch als de speler bijvoorbeeld iets opblaast of iemand vermoordt. En als kers op de taart veranderen ze hun strategie ook nog eens om de speler te verslaan. Werk je vaak in de nacht? Oh, ineens heeft iedereen nachtvisie. Ga je altijd voor headshots? Oei, alle soldaten dragen nu een helm. Op deze manier blijft de open wereld van The Phantom Pain je altijd uitdagen. No Man's Sky begon echt als de grootste flop ooit. Er werd een heel heelal aan unieke, levendige werelden beloofd, waar je kon gaan reizen waar je wilde en staan waar je wilde. Maar toen No Man's Sky daadwerkelijk uitkwam in 2016, bleek daar gewoon niks van waar te zijn. De game werkte amper, zag er kaal uit, nogal saai, en alle tekens van leven waren zo hersendood dat ze beter niet hadden moeten bestaan. Maar sindsdien is No Man's Sky steeds beter geworden, en gelukkig maar. Er zijn nu tientallen grote updates geweest die het heelal maken wat we beloofd werden. Planeten zijn nu een stuk mooier, er zijn talloze NPC's die in schepen rondvliegen, er zijn mechs en robots, en het ziet er naar uit dat het niet snel gaat stoppen. No Man's Sky is nu één van de beste open wereld games die je ongeëvenaarde vrijheid geeft. Het heelal is je canvas. Wat de wereld van The Witcher 3 zo speciaal maakt, is misschien wel hoe, ja, niet mooi het is. The Witcher 3 zit propvol met vieze paden, arme mensen, kapotte spullen naast huizen en kleding vol met gaten en vlekken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele monsters en de constante dreiging van oorlog,
dood en verderf in elke hoek. Maar dit maakt het, om eerlijk te zijn, ook zo cool. De wereld van The Witcher 3 voelt soms enorm realistisch. Alsof mensen er elke dag in wonen, werken, feesten, klagen, noem het maar op. Samen met de muziek en de manier hoe de wind door de bomen raast, kan je bijna de verse, maar waarschijnlijk ook vieze, lucht proeven. De twee moderne Zelda games delen deze plek even, want ze zijn in principe dezelfde open wereld. Maar oh man, wat is deze versie van Hyrule perfect? Breath of the Wild geeft ons een wereld waarin je kan doen wat je wil. Elke dag is wel een berg te beklimmen. Je kan boomstammen gebruiken als wapen. Je kan honderden korokzaden verzamelen. En dat allemaal in een bloedmooie wereld. Met veel details, natuur en mysterie. En Tears of the Kingdom doet er eigenlijk nog een schepje bovenop. Deze versie van Hyrule is groter, met twee nieuwe niveaus boven en onder de grond om te verkennen. Ook zit deze wereld nog voller dan de vorige, met nieuwe puzzels, quests en leven dan de voorganger. De open wereld van Elden Ring is in één woord samen te vatten en dat is mysterieus. Dat is ook meteen hetgeen wat bij iedereen aanslaat. Overal is wel iets nieuws te vinden om te ontdekken, van kerkers en nieuwe NPC's met hun eigen questlines, tot compleet unieke bosses of nieuwe wapens om te leren kennen. Samen met de depressieve vibe van de game, de geweldige muziek en de uniekheid van elke locatie zijn de lands in between eentje om nooit te vergeten. De ongekende vrijheid in zowel de map als de gameplay zelf maakt dit een van de beste open wereld games ooit. Maar, je voelde hem al aankomen, de prijs voor de allerbeste open wereld game gaat naar... Red Dead Redemption 2 heeft niet de grootste wereld op deze lijst, maar wel de meest gedetailleerde en diepgaandste. Er is gewoon zoveel te doen in het Amerika van de 19e eeuw. Terwijl je de Vanderlyn Gang helpt opnieuw de top te bereiken, kun je jagen, andere criminelen oppakken, paarden verkopen of de beste kleding van het Wilde Westen krijgen. Alles is mogelijk. Ook is Red Dead Redemption 2, zelfs na 6 jaar, nog steeds een van de mooiste open werelden die je kan spelen. Er is niks beters dan met je paard door het bos heen galopperen, terwijl het regent of de zon net opkomt. En ook elke regio is net uniek genoeg om een indruk achter te laten. Van het besneeuwde Mount Hagen tot het moeras van Lemoyne. Zo, dit was een flinke lijst, maar we kunnen ons best voorstellen dat we jouw favoriete open wereld game misschien zijn vergeten. Dus laat het ons zeker weten in de reacties. Geef ons een dikke like, vergeet je niet te abonneren. En natuurlijk tot de volgende video.